jabaram 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 nena do copai tarunais. Iedereen is anders. Ik sta heel anders in het leven dan misschien een collega van mij. Ik heb heel andere inbreng, een andere referentiekader. Omdat ik ergens anders ben geboren of ergens anders woon of anders ben opgegroeid. Dat breng je wel mee. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, de grote gemeenschap waar veel meer diversiteit al is. Is het misschien minder een issue, maar misschien kleine gemeentes, ja, die kunnen er altijd wat van leren. Je moet je burger dienen of je collega dienen. En het maakt niet uit wie het is. Ik vertegenwoordig alle collega's binnen de dienst. Ja, ik ben allochtoon omdat ik toevallige ouders heb die in een ander land zijn geboren. En ik ook in een ander land. Maar voor de rest ben ik heel Hollands in mijn denken doen. Ik heb ook geen behoefte om mijn bevolkingsgroep te gaan vertegenwoordigen. Want dat is gewoon heel beperkt. Ik ben gewoon voor alle collega's en alle collega's kunnen mij aanspreken. Misschien dat een aantal collega's mij aanspreken omdat ik allochtoon ben en zij ook, dat kan. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet meegemaakt. Diversiteit is voor mij een zelfsprekendheid. Ik heb zoiets als je ergens werkt waar verschillende bevolkingsgroepen werken en wonen. En waar, dan is het een kwestie van de organisatie zo inrichten dat je ook die mensen, de belangen van die mensen behartigend werkt voor de Utrechtse burger. Maar ik heb ook aangegeven dat diversiteit gewoon veel meer is dan alleen achtertoon, autochtoon. Maar ook een visuele beperking of een beperking aan zich. Man, vrouw, jong, oud. Voor de OR is het belangrijk om echt individueel mensen aan te spreken via collega's. Van, goh, ik weet een leuke collega, kun je hem dan, aanspreken en aangeven wat doet de OR. En wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is gewoon een rondgang door de afdelingen. En gewoon aangeven, wij zijn de OR, wij zijn er voor jullie, wat kunnen wij voor jullie betekenen. En dan merk je toch, niet iedereen vindt het belangrijk, maar je hebt toch een aantal mensen die er over na gaan denken. Van, oh ja, zo had ik ook niet gedacht. Want sommige mensen denken dat wij nog steeds voor het bestuur werken. Ja, helemaal niet. Ik werk voor jou. Kijk, vandaag is bijvoorbeeld offerfeest. Dus eerst gebed. Dan gaan ze de familie langs, zeg maar. En de mannen die gaan dan naar de abattoirs. Elk gezin is dus verplicht een schaap te offeren. Dankjewel. Hallo, Fatima Aliaat van de gemeente. Dieter Blom. Hartstikke leuk dat Saluti sowieso iets doet voor diversiteit. Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat je vandaag gaat gaan doen. Saluti is het adviesorgaan voor diversiteit voor de stad Utrecht. Ja. We adviseren het college van burgemeester en wethouders over het te voeren beleid. Is het specifiek Saluti voor de allochtone medeburgers? Ja. Ah, oké, dus dat stuk van de diversiteit. Er zijn meer adviesraden en organisaties die houden met bredere diversiteit. Ja. Ja. Handicap, vrouwen, leeftijd. En er zijn verschillende organen. Wij zijn specifiek voor allochtone Utrechtenaren. Ah. Hoe kan je komen tot duurzame activiteiten? Nou, dat is eigenlijk een rode draad door deze middag. En wat het op moet leveren, is dat wij uiteindelijk een aantal conclusies kunnen trekken en tips kunnen meegeven aan het college. Uh-huh. Luister, in tijden van bezuiniging kan je wel degelijk zaken overeind houden. Of het in tijden van krimp of groei is, het moet niet uitmaken. Diversiteit is altijd belangrijk. Ik zie dat niet zo van krimp, want waarom moet het anders zijn als er... gereorganiseerd moet worden of als er mensen ontslagen moeten worden of iets dergelijks, dat daar anders over nagedacht wordt. Het moet altijd een issue zijn. Het is toch altijd belangrijk? Of de medeburgers van Utrecht gaan krimpen. Dat kan toch niet? Het blijft overeind. Dus je moet een gemêleerd gezelschap zijn en een doorsnee van de bevolking van je stad. En het hoort ook in je werk. Het moet niet zo zijn dat in tijden van krimp of groei daar specifiek op geselecteerd wordt, dat mensen weg moeten of erbij komen. Het moet geen issue zijn.
dichterbij.